Hoi Weegschaal, dankjewel dat jullie weer kijken. Bedankt voor de likes, de reacties en natuurlijk ook de abonnementen. Ben je nog geen abonnee, klik even op de button. Het helpt mijn kanaal en het zorgt ervoor dat jullie de filmpjes op tijd te zien krijgen. Weegschaal, in het najaar gaan we natuurlijk weer beginnen met de cursussen Tarot Online, Astrologie Online en Love Yourself First. En dat laatste is een hele opgave, ook al denk je van niet. Dan hebben we nog deze week tot de 1e van september 15 minuten voor 15 euro readingen face-to-face via WhatsApp camera of op video. En na 1 september gaan we dan de gewone prijzen weer hanteren voor de readingen. Dus als je nog eventjes goedkoop een snel vraagje hebt, dan kan dat nog. Oké, lieve Weegschaal, we gaan even kijken. Wat is de energie voor jullie op dit moment? Wat is er belangrijk voor sterrenbeeld Weegschaal, ascendant Weegschaal, Venus? Kijk even, als het niet met je resoneert vaker, dan kan het zijn dat de ascendant misschien meer met je resoneert of je Venus. Dat kan ook. Als je dat niet weet en je hebt nog nooit een geboortehoroscoop laten maken, dan kan dat ook bij mij zeker. Dan vertel ik jou wat je ascendant is en alle andere ins en outs over jouw persoonlijke horoscoop. Oké, Weegschaal. Weegschaal, ik vind jou een klein beetje in en uit in deze situatie. Welke situatie het voor jou ook is. Het kan een werksituatie zijn. Het kan een liefdesrelatie zijn. Het kan één persoon zijn. Maar je bent een beetje hobbelig. Een beetje zo. Dus niet zo, maar zo. En je denkt misschien, geef ik nou werkelijk om deze persoon? Is het het wel waard? Betekent deze persoon meer voor mij? En dan de volgende dag, oh, het voelt toch wel heel fijn. En dan de dag daarna, betekent het werkelijk zoveel voor mij? Of, oh, het voelt wel goed. Een beetje in en out, zal ik maar zeggen. Het beetje twijfelachtige Weegschaal. Je bent niet erg duidelijk. En dat op de eerste plaats zeker niet naar jezelf toe. Je bent niet duidelijk naar jezelf toe. En je zit het eigenlijk nog een beetje uit te dokteren van wat moet ik met deze situatie of met deze persoon. En misschien ben je nog steeds aan het uitdokteren, na een hele tijd. Ben je nog steeds aan het uitdokteren. Denken van, wel of niet, betekent iets voor me? Misschien weet je eigenlijk niet eens wat het voor je betekent. En ben je heel erg in verwarring, dat kan ook nog. Je wil eigenlijk dat het iets is. Je voelt wel iets, maar je weet niet wat. En je denkt, ja, ik wil wel graag dat het wat is. Dat wil ik wel graag. En in plaats van dat het jou vertelt wat het is, vertel jij dat wat het is. Dus zal ik eens even zeggen wat het is. In plaats van dat je het tot je laat komen en uitvoelen van wat betekent het voor mij, doe jij het omgekeerde. En misschien verwacht je ook wel iets. Heb je aannames, verwachtingen en denk je van ja, zo zou het moeten zijn. In mijn ogen zou het zo moeten zijn. En maar je weet niet wat het is. En je wil er ook niet zomaar inspringen, want oh my god, dan gaat het zeker mis als ik dat doe. Als ik er zomaar inspring, zonder mijn valhelm, zonder mijn parachute, wat dan? Dan gaat het zeker mis. Dan gaat het zeker mis. Maar eigenlijk, jij stopt jezelf eigenlijk van iets moois. En ja, je maakt het eigenlijk veel en veel gecompliceerder. Daardoor. Eigenlijk haal je het om zeep. Je hebt iets moois. En in plaats van dat je daarin meegaat,
maak je het onnodig gecompliceerd, zodat er geen touw aan vast te knopen meer is. Dat is wat jij doet, weegschaal. En dan ondertussen maar denken in het hamsterwiel in de frituurpan boven. Oh, ik weet het niet zeker. Zou het iets zijn? Zou het niks zijn? Oh, ik heb al die verwachtingen ervan die ik erop projecteer. Oh, dit moet het zijn, dat moet het zijn. In plaats van let it be, weegschaal, let it be. Ja, het hart zegt je iets, maar je reageert met je verstand. Dus je hart geeft jou iets. Stel, ik vind jou leuk, weegschaal, en ik zeg, weegschaal, ik vind jou leuk. Dan reageer jij niet met, oh, wat fijn, dankjewel, het is binnen. Maar dan reageer jij met, oh, dan moet ik even over nadenken of dat voor mij ook zo is. En kan ik het wel vertrouwen? Ik moet er niet zomaar inspringen. In plaats van dat je het toelaat, haal je het om zeep. Help je het om zeep. Ja, je kunt gecompliceerd zijn of je kunt het niet. Hè? Dus dat is inderdaad wel even een... Jij ervaart ook meer pijn en verdriet door jouw eigen handelingen, weegschaal. Jij creëert eigenlijk je eigen pijn. In plaats van gewoon je open te stellen, maak je het zo gecompliceerd dat het je verrekkers veel pijn doet in je eigen hart. Want je helpt het elke keer om zeep. Iets wat mooi is, je ziet een mooie bloem, je plukt hem van de stengel af en je denkt, oh, ja, wat is het nu nog? Over 2 weken is die verwelkt in de vaas. Maar dat plukken doe jij zelf. Hè? Dat is niet de bloem die dat doet. Dus weegschaal. Jij denkt ook misschien in schema's. Hè? Ja, vandaag geef ik 5%. Vandaag geef ik maar een heel klein beetje. En ook al heb ik meer te geven. Nee, vandaag besluit ik. Ik geef maar zo'n klein beetje. En dat doe ik eigenlijk in alle situaties in mijn leven. Die krijgt vandaag de 5%, die krijgt vandaag de 2%, die krijgt vandaag de 10% als die geluk heeft. En ja, dus je zit in een conflict tussen je hart en je hoofd. En het hoofd zegt, jij gaat hier niet rondrennen, hart. En doen wat jij maar allemaal wil hier. He, wij moeten dit wel even in het schema vastleggen. Hoofd, let op wat het hart doet. Leg het in het schema vast. Want dat kunnen we niet zomaar laten rondrennen daar. He, met al dat gevaar daarbuiten. Dus let even op hoofd. Dat je aantekeningen maakt van het hart. Dat het precies weet wanneer die waar is. En bij wie. En dat we dat goed registreren ook nog eens. Ja. Ja. Eigenlijk eindigt er iets in een ramp. In een rampscenario. Hè? Ik ga pijn krijgen als ik me openstel. Maar je hebt je niet opengesteld. En wat kreeg je dan? Precies, pijn. Dus je doet het tegenovergestelde, weegschaal. In plaats van dat je gewoon go with the flow je openstelt en retourneert wat iemand jou brengt. Zeg jij nee, ik ga in mijn hoofd zitten, dus je krijgt pijn. En dat komt niet door die persoon, maar dat komt door jezelf. Omdat jij namelijk niks kunt toelaten. Je kunt niet go with the flow, je kunt niet gewoon dankjewel zeggen als iemand je een compliment maakt. Je kunt niet gewoon voelen. In plaats van denken. He? Dus ja, als het om de liefde gaat, zul je toch op een of andere manier naar je hart moeten. En ja, we denken eigenlijk dat we het beter weten dan ons hart. Ja, ik, weegschaal, weet het beter dan mijn hart het weet. Dus dat hart van mij moet ik in de gaten houden. Maar het creëert dus eigenlijk heel veel, dat beter weten creëert heel veel stress voor jou. Heel veel stress. En
Jij denkt ook misschien wel, weegschaal, dat jij heel goed voor jezelf zorgt. I love myself first. Want kijk eens, ik zorg heel goed voor mezelf en er klopt eigenlijk helemaal niks van, weegschaal. Want als jij zoveel gefocust was op jezelf, wat doen al die mensen dan in jouw energie? Je hebt hartstikke veel mensen in je energie. En als je, maar nee, ik ben heel erg gefocust op mezelf. Ik ben heel erg love myself first toe en passen. Ik, ja, met al die mensen om je heen. Weegschaal, je bent zo bezig met de buitenwereld. In plaats van je te focussen op je eigen disbalans. Daar wil ik niet aan, dus ik focus me op allerlei leuke, gezellige dingen. En dat noem ik dan love myself first. Wat heel veel mensen tegenwoordig doen. Hè? Veel mensen denken, oh, ik ga lekker een trip door Zuid-Afrika maken. En that's love myself first. Of ik ga naar Ibiza, waar al die spirituele mensen zitten. En oh, I love myself first. Maar daar heeft het niks mee te maken, weegschaal. Werkelijk voor jezelf zorgen betekent ook weten wat er in je binnenste niet in balans is. En, maar is wel een soulmate. Maar er is ook veel verwarring over. En bij die soulmate heb je ook zoiets, ach, ik neem het dag voor dag en dat komt uiteindelijk wel goed. Maak ik me niet druk om, ben ik ook niet erg emotioneel mee bezig en ook niet mee verbonden. Ja, want er is wel een connectie hier, weegschaal, die werkelijk in balans is. De rest niet. Maar er is één connectie die werkelijk in balans is. En jij denkt, ach ja, ja. En eigenlijk zou ik willen dat je je meer verbindt met deze persoon. Dat je meer tijd zou spenderen met deze persoon. En ja, er zijn dingen gebeurd misschien in het verleden, iets van disbalans wat ook in de buitenwereld manifesteerde, of iets van buitenaf wat jouw disbalans bracht, een van de tweeën. En ja, je wil misschien dat iemand terugkomt, iemand die bij je is weggegaan, en dat iemand zijn verantwoordelijkheid neemt, hè? Van deze persoon moet eigenlijk bij me terugkomen, want die moet gewoon zijn verantwoordelijkheden nemen. Maar dat klopt niet. Ze hebben niks te moeten en ze hebben niks te willen. Want als deze persoon zegt nee, we leven allemaal in een vrij land. Dus als ze dat doen, als ze wel bij je terugkomen, dan doen ze dat. Als ze niet bij je terugkomen, is het nee. En ja, daar heb je dan mee te dealen, weegschaal. Dus moeten, nee. Het zou ideaal zijn als het wel zo zou zijn, deze persoon. Het zou ideaal zijn als deze persoon terug zou komen. Maar als het niet is, is het niet, weegschaal. We leven in een vrij land. Zolang jij die controle blijft uitoefenen, weegschaal, heeft het geen zin. Want het doet jou pijn. Het doet jou, jij doet jezelf pijn. En dat is geen love yourself first. Ook al heb je dat in je hoofd bedacht van, oh, I love myself first. Ik doe allerlei leuke dingetjes met anderen. En daar heb ik een clubje en hier heb ik een clubje. En dit zijn vrienden. En daar doe ik dat weer, dat event en dat. Zodat ik vooral niet met mezelf bezig ben. En, maar toch, het goede nieuws is weegschaal. Het wordt stabieler. Ja, als jij tenminste aan jouw verwachtingen werkt, als jij niet zomaar verwacht van iemand van die behoort van zijn verantwoordelijkheden te nemen. Dat is jouw verwachting, heeft niks met de andere persoon te maken. Deze persoon is een eigen persoon, heeft een eigen leven en heeft geen verplichtingen aan jou. Dus ja, toch denk ik, als je aan je verwachtingen werkt, dat het wel in balans gaat komen.
Alleen het duurt nodig. Het duurt even en het heeft tijd nodig, wilde ik zeggen. Ja. Als het tenminste iemand, die persoon is die zo gegrond is. Want als het niet die persoon is, vind dan iemand die gegrond is. Vind dan iemand in je leven die met beide benen op de grond staat. En het helpt jou ook om te stabiliseren. Even geduld hebben. En ja, er is geen toverstaf die zegt simsalabim, hier weegschaal, hier is het. Je zult geduld nodig hebben en je zult je verwachtingen bij moeten stellen. Want verwachtingen over iets hebben, ja, ik heb ook maar verwachtingen, maar dat heeft niks met de realiteit te maken natuurlijk. En ik denk dat dit iets is wat zich heeft opgebouwd achter de schermen. Iets wat gegroeid is en gegroeid is en dat je denkt, hoe kan het nou dat dat in één keer explodeert? Of dat het in één keer verdwenen is? Of dat het in één keer zo'n rommeltje is? Maar dit is niet in één keer weegschaal. Dit is iets wat zich heeft opgebouwd en opgebouwd en opgebouwd. En dit kun je niet met een toverstaf in één keer goed maken. Dit zal met geduld. En mijn laatste keer wat ik zeg, je verwachtingen bijstellen, gerepareerd worden. Oké, weegschaal, dat was het. Het was een hele kluif. Ik was weer heel serieus en heel streng. Maar ik hoop dat je er iets aan gehad hebt. Bedankt. En als je zegt, het resoneert niet met me. Of als je denkt, ik wil een keer een personal reading. Dan kan dat natuurlijk ook. Als je wat meer persoonlijke vragen hebt. Of als je het wel heel erg herkent en zegt, ik zit ermee. Wat moet ik ermee? Nou, laat het mij dan weten. Oké, weegschaal, tot de volgende keer. Doei doei!